De Nijmeegse Vierdaagse is officieel uitverkocht. Alle startbewijzen van de tweede inschrijfperiode zijn binnen een uur tijd vergeven. Daarmee is de recordtijd van vorig jaar ruimschoots verbroken. Na de eerste inschrijfperiode waren er nog zo'n kleine 8000 startbewijzen beschikbaar voor de debutanten. Ja, de eerste reactie was natuurlijk eentje van blijdschap. Het is hartstikke mooi als het evenement waar wij met z'n allen ons heel erg druk over maken zo populair is dat in 3 kwartier de laatste kaarten wegvlogen. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hebben we er niet eens een goede verklaring voor. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat heel veel mensen na de coronacrisis zijn blijven wandelen. En de Vierdaagse als kerstje op de taart zien, dat zal. Wij denken ook dat het zeker te maken moet hebben met de prachtige editie van vorig jaar. Waarbij het zo vlekkeloos verliep dat je moet bijna popelen om mee te gaan doen. Maar een echte verklaring, nee, die hebben we niet. De inschrijving voor de 3e editie van de Zevenheuvelen Trail en de Zevenheuvelen Hike op zaterdag 21 en zondag 22 september is van start gegaan. Net als vorig jaar vinden op zaterdag het NK Korte Trail en NK Lange Trail plaats bij de Zevenheuvelen Trail. Deelnemers aan de Zevenheuvelen Trail hebben de keuze uit afstanden van 7, 14, 21, 28, 42 en 60 kilometer. Hikers kunnen kiezen uit 7, 14, 21 en 28 kilometer. Bij een grote brand in een verzorgingstehuis in het Duitse Bad Burgau, net over de grens bij Nijmegen, zijn vanochtend vroeg 4 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er veel gewonden. De brand in het verzorgingstehuis brak vanochtend vroeg uit rond 3:50, toen de meeste bewoners nog sliepen. De hulpdiensten waren enkele minuten na het afgaan van het brandalarm al ter plaatse. De brand woedde op dat moment in een kamer op de begane grond van het achterste deel van het wooncomplex. De brandweer beschrijft de situatie als dramatisch. ProRail heeft nieuwe werkzaamheden aangekondigd voor 2024. Door het hele land wordt het spoor opgeknapt, zo ook in onze regio wordt er op enkele trajecten gewerkt aan het spoor. Reizigers kunnen vertraging verwachten van 1 tot en met 17 juni tussen Tiel en Elst, 16 tot en met 19 augustus tussen Mook en Nijmegen en 16 tot en met 25 november tussen Tiel en Arnhem.